Klaslokalen, vergaderruimtes en een enorme sporthal. Het komt straks allemaal bij elkaar in de nieuwe multifunctionele accommodatie in Batenburg. Dat gebouw hebben we als gemeente gebouwd omdat de gebouwen van de voetbalvereniging, van de Holstert en de basisschool hier verouderd zijn. En we vonden het belangrijk om te investeren in de leefbaarheid van Batenburg. Ja, wat je zag is dat die drie organisaties die lagen ver van elkaar af. En de vraag was meer van, goh, kunnen we dat samenbrengen en kunnen we elkaar versterken? Kinderen kunnen bijvoorbeeld heel vroeg kennis maken met bijvoorbeeld toneel en met sport. En tegelijkertijd zie je dat vrijwilligers elkaar ook kunnen helpen. Bijvoorbeeld iemand van de voetbalvereniging kan een keer invallen bij het stadhuis of bij een toneelvoorstelling. En zo versterkt het elkaar allemaal. Het is niet de bedoeling dat bedrijven zich in de MFA gaan vestigen. Helaas biedt het MFA Batenburg geen plek voor bedrijven, want dat zijn commerciële partijen. En we hebben dit MFA juist gebouwd om de sociale infrastructuur van Batenburg te versterken. Eigenlijk zou de accommodatie al in 2020 worden opgeleverd, maar de afgelopen tijd is vertraging ontstaan om meerdere redenen. Ten eerste de crisis in de bouw. Producten zijn duurder geworden. Er is meer vraag naar personeel. Tegelijkertijd komen we uit een coronaperiode, dus daar heeft de bouw door ook een tijd stilgelegen. En zo heb je twee belangrijke argumenten waarom we vertraging hebben gehad. De MFA moet aan het einde van dit jaar af zijn. De naam is nog niet bekend.